Maar dan toch echt in een iets ander jasje dan de kijkers en luisteraars van ons uh, gewend zijn. Eigenlijk. Ja, de meeste mensen zijn van ons gewend dat er hier een advocaat zit. Ja. Van Ockers en Schoppenadvocaten. Mm -hmm. Dat is vandaag niet zo. We gaan het namelijk hebben uh, praten met een persrechter. En dat, uh, niet zomaar, een, hè? Nee, dat is niet zomaar. <laughs> dat is op, op eigen verzoek trouwens. Ja, Ze ja. vonden het leuk namelijk om te zeggen: van we hebben ook meestal een advocaten zitten. Maar het is ook wel leuk om eens een keertje vanuit de rechtbank te praten. Wat over doen wij? Bepaalde zaken, ja. En Suzanne het Reporter is persrechter. Van harte welkom. Uh, leuk dat we hebben afgesproken dat we elkaar zouden Ja, Zeker. Leuk dat je er bent. Um, wat doet een persrechter? Ja. Nou, wat doet een persrechter? Wat niet uh, eigenlijk? Wat niet? Nou, een persrechter is eigenlijk ook een gewone rechter. Hè. Dus uh, ik doe gewoon mijn dagelijkse dingen: de zittingen, uh, vonnissen schrijven uitspreken, nakijken, het werk van een rechter. Maar daarnaast is dus dan een soort ja, nevenfunctie persrechter. En dat betekent dat je in zaken uh, waar uitspraken in gedaan is... Uh, ja, de, de, het publiek, de media, voorlichten mm -hmm. over wat die uitspraak is geweest... en dingen uitleggen. Maar moet je dan over alle zaken iets, iets kunnen vertellen? Of heb je wel een specialisme? Dat je zegt, nou, strafrecht uh, weet ik heel veel. Nou, goed. kijk, in principe... Uh, Zouden we als persrechter over alle soorten zaken wat moeten kunnen vertellen. Ook omdat dat gewoon goed voorbereid wordt. Je krijgt vaak van tevoren dan de uitspraak die een collega heeft uh, gedaan of gaat doen. Mm -hmm. Zodat je ook al een beetje weet van, uh, nou, wat is de, de motivatie. En uh, dan lees je je in als je dan nog een vraag hebt. Omdat je denkt, dat is niet echt mijn vakgebied juridisch. Dan kun je dat van tevoren even met die collega overleggen. Uh, maar in principe kun je dus over alle uitspraken zou je wat moeten kunnen zeggen. Waarom, doet de, de, waarom, ja, waarom doet de rechter dat niet zelf? Nou ja, dat is omdat we zeggen, de rechter uh, spreekt... Spreekt via zijn vonnis. Dat klinkt natuurlijk heel deftig. En dan denk je, wat bedoelen we daarmee? Maar het is toch wel belangrijk dat uh, ja, als je een zaak gaat toelichten, dat je ook even goed weet van wat heb ik nou uh, uiteindelijk opgeschreven. Op een zitting gebeurt natuurlijk heel veel. Er uh, worden heel veel dingen gezegd die je uiteindelijk niet per se meer terugleest in de uiteindelijke beslissing. En als je als rechter je eigen beslissing zou toelichten is de kans dat je misschien toch iets zegt waarvan iedereen denkt van hoe komt dat nou, hoe zit dat nou? Mm -hmm. Ja, die is gewoon groot. Dus om ook een klein beetje afstand te bewaren en het ook gewoon op een ja, wat, wat professionele manier te doen, zijn die persrechters er om die functie mm. uit te oefenen. En wat zijn de leuke kanten en de minder leuke kanten van, van het, het werk? Van het werk als rechter? Mm -hmm. uh, wat ik zelf echt de allerleukste kant vind is het zittingen doen. Dat uh, is... Elke keer weer anders. Dat uh, ja, dus elke dag, uh, elke zitting, elke komen er andere mensen bij je binnen. Uh, die op een andere manier benaderd moeten worden. Die allemaal hun eigen verhaal hebben. Ik vind het ook altijd heel interessant om he, met mensen in gesprek te gaan en te horen van nou hoe komt het dat er is gebeurd wat er is gebeurd uh, dus dat vind ik echt de leukste kant dat zittingenwerk uh, ja minder leuk is dat de werkdruk natuurlijk heel hoog is binnen de rechtspraak ook dus daar door ja, het op heel veel uh, plekken ja dat je gewoon meen. echt ja er is gewoon heel veel werk wat, wat af moet wat door moet is mm -hmm. dus natuurlijk ook hè als mensen bij een rechtbank zijn geweest... dan willen ze natuurlijk ook heel graag snel weten... van wat heeft die rechter nou beslist? Is dat in mijn voordeel? Is dat in mijn nadeel? Dus ja, die druk om dat allemaal op tijd ook af te hebben... zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, die is ja. gewoon wel heel hoog. Ja. Was de kleine Suzanne ook altijd al van het recht? In, de tweede, uh, in, in nou, groep 4 ja, dus, of zo, dat nou, je zei, ho, 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 jongens, vier... even geen ruzie, wacht nee, nee, nee. even, ik ga er even tussen. Ik, uh, nee, ik, toen ik een klein zwizzaddetje was, uh, heb ik heel lang, eerst dacht ik altijd, ik word juf. En toen heb ik een tijdje gedacht dat ik uh, logopediste wilde worden. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik dat ooit verzonnen heb. Oh, nou ja, je praat er duidelijk. Ja. 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 En snel, zeggen en mensen snel. Nou nee, maar dat is duidelijk. Dat, dat ja, het ja. komt door de tijdsdruk, hè. Dus, ja. dus uh, <laughs> dat was vroeger. En uh, nou ja, ik ben wel echt rechten gaan studeren, omdat ik het... Toen ik uh, nou ja, mijn VWO-examen deed uh, heel leuk en interessant vond om dat te gaan studeren. Er zijn natuurlijk ook. Maar toch wel. De meeste doen het voor rechten. het tijdsbedrijf toch? Nou, ja, de rechter is natuurlijk wel zo'n studie waarvan gezegd wordt: Nou, ja, je, ja, als weet wat je niet moet weet doen, wat je wil gaan ja, doen, ja, ja. ga maar rechten studeren. Je kan er ook heel lang over doen. Hè? Ja, precies. <laughs> dus uh, nou, dat is bij mij allemaal niet zo gebeurd. En eigenlijk tijdens die studie was al voor mij vrij snel duidelijk: van ja, dat spreekt echt de rechtspraak mij het meest aan. En vriendinnen die mij van lang geleden kennen, die zeggen ook nu altijd wel: van ja, dat was tijdens je studie zei je dat al. Ik wil rechter worden en dan bij voorkeur ook kind de Rechter, nou, en dat is uiteindelijk nu wel gelukt, dus dat nou, is heel leuk. Als je het hebt over die, die, uh, die werkdruk die hoog is, is, is het lastig om die balans te vinden tussen werk en privé? Want ik kan me voorstellen dat je sommige zaken ook wel mee naar huis neemt. Ja, dat klopt. Soms neem je zaken mee naar huis. Ik lig eigenlijk nooit wakker uh, van zaken, maar ja, het is het hoort erbij en dat meen ik oprecht. Dat vind ik ook niet erg. Af en toe is het toch, uh, doe je thuis ook wat uh, bereid je een zitting voor of lees je nog wat stukken? Is toch een beetje een leren dan? Ja, die doen dat wel. ook. Ja, die werken ook veel. Ja, toch. Thuis. Ja. Dus uh, maar verder heb ik echt wel een goede balans tussen werk en privé en het is niet zo weet je ik woon hier niet echt in de buurt dus ik heb ook altijd een aardig ritje oh ja nog van even alles, naar mijn werk en dan ja. is dat hoofd wel weer aan. en je komt ze niet tegen bij de supermarkt nou dat is ook uh, handig ja en ja, heb okay. je wel eens dat je een uitspraak hoort van een collega dat je denkt ja nou hoe die daar nou opgekomen is ik had dat hele motivatie anders. wil ik wel eens ja, weten ja dan ben ik heel benieuwd wat ja wat kijk ik kijk wel eens naar programma voor de rechter bijvoorbeeld hè? dat mm -hmm. is uh, heel interessant vind ik dat ja. de ene rechter bepaalt in een nou, bijna een soort gelijke zaak van nou, ik noem maar dat wel of geen straf, en de ander doet het helemaal anders. Er wordt toch met twee maten gemeten. heb ik dan voor het, ja. mijn gevoel. Je, binnen de kaders natuurlijk van de wet. Ja, hè? precies. Ja. Ja. ja, de vraag is natuurlijk of dat echt dan zo is, hè? of het dan toch, mijn niet, ook in de persoonlijke omstandigheden van iemand. Dat bij de rechter is natuurlijk heel veel strafrecht wat je ziet. Ja, uh, ja, ja. En ja, in het strafrecht hou je natuurlijk ook altijd wel rekening met de persoon. Dus daar kan natuurlijk het verschil wel in zitten. Maar dat is natuurlijk wel zo. Als die persoon dat schuld bekent en ja. spijt heeft... en een beetje zielig doet. Om nou ja, zielig of gewoon zielig is. Of hè? zielig is, inderdaad. Maar soms ook, ook wel eens nou, dat die rechter daar niet doorheen plikt. Ik denk dan... Dat het een beetje gespeeld is om, hè, dat die advocaat nu heeft gezegd. Nou, als je je nou zo opstelt, ja. dan zal de rechter waarschijnlijk wat milder zijn. Ja, dat, ja, dat kan natuurlijk. Ik heb, uh, ik heb ook wel eens een. een Kinderzaken, die doe dan nu strafrecht en dan doe ik ook veel uh, jeugdzaken. En uh, ja, daar heb ik het ook. Af en toe, dan benoem ik het ook gewoon. En zeg ja, ik kan me nu dus gewoon ook wel heel erg vergissen. Hè? En dan heb jij mazzel en dan loop je hier de deur uit en denk je, haha, ze is er ingetrapt. Maar je maakt gewoon in zo'n zitting, in het gesprek wat je hebt met de verdachte, een bepaalde afweging. Ja, misschien word je er wel een keer uh, lopen ze lachend de deur. Beter uit uh, dan ja, word je wel een keer beter genomen. Maar je moet als rechter toch ook altijd uitgaan vanuit de goede kant, de goede voornemens van een persoon. Als die zegt ik heb spijt, ik zal het beteren, dan moet je er maar vanuit gaan. Anders ga je, ga je overal. Niet zwak per se aan kijk. twijfelen, want dan wordt nee. het inderdaad wel een hele negatieve insteek. Ja, uh, maar goed, je moet natuurlijk ook niet vergeten: met name in strafrecht is het natuurlijk ook wel belangrijk om met iemand ook nog wel te spreken over waarom is het gebeurd En ook wel de ernst van het feit of hè, te benoemen en ook daar nog wel even op door te gaan. En ja, je ja. ontwikkelt wel, tenminste, dat hoop ik dan. Maar je ontwikkelt natuurlijk ook wel een bepaalde mensenkennis. Uh, ja, en je hebt alles moesjes in de loop der tijd ook wel gehoord. Ja, alles. Uh, ja. <laughs> Soms denk je ook wel nou, denken jullie nou echt dat wij. Uh, Onder een steen liggen en er af en toe onderuit komen. om dan een zitting te doen. Dat je echt denkt, nou. Dat is nee, niet dat, Zelfs de rechter zou wel leuk, leuk zijn. Dat niet kan. Als de rechter een keer tegen een uh, gedaagde zegt van. Joh, ik kom niet uit een ei hoor. Nou, maar ik zo, heb een collega. Zo, die wordt zegt, dat moet heel menselijk zijn. dat wordt, dat ik heb een collega. Ik, ik zat ernaast en hij zei. Ik bedoel, dat, dat oh. is wel eens gezegd. <laughs> ja. Want soms denk je dat. Dan denk je echt van. Nou, denk je dat ik uit een ei kom of onder een steen vandaan. Maar dat benoem je dan ook gewoon. Ja. ja. Dus porten, um, Strafrechter en ook persrechter. Uh, bij welke rechtbank? Hier in Lelystad. Hier in Lelystad ja. Gewoon. Ja. Uh, nog heel eventjes toch over dat af en toe dreigt het dat die rechtbank hier wordt gesloten. Wat, wat, wat is jouw mening daarover? Ja, nou ja, kijk, mijn mening is uh, dat het heel belangrijk is dat er hier in Lelystad een rechtbank is. En uh, dat die ook open ja, moet blijven. En dat is mm -hmm. natuurlijk nu ook wel nog steeds uh, het bericht: hè, hij blijft open. Er is laatst nog uh, een onderzoek gedaan. Uh, door een onderzoeksbureau, waarin als een van de aanbevelingen, dat was toen ook weer uitgebreid in het nieuws, was van, nou, sluit toch een aantal rechtbanken om te bezuinigen. Uh, en daar is ook vanuit de Raad voor de Rechtspraak, zeg maar onze bazen in, uh, in de hogere regionen, is daarvan gezegd van, nou, dat is gewoon geen optie. Nee. Uh, ja, en we bestrijken gewoon zo'n groot gebied hier in de polder. Uh, ja, als je dan bedenkt van, die rechtbank hier zou er niet meer zijn, dan wordt het wel heel ingewikkeld en de toegankelijkheid van de rechtspraak uh, ja. dat zou niet goed zijn. Nee. Uh, jij zegt van, ik wil graag een, een zaak bespreken, dat is de, de Utrechtse vergismoord. Want dat is een uitspraak geweest ook en die, die is best wel interessant. Ja, ja, dat is natuurlijk. Hè. We zijn dan. Ik zit hier in Lelystad op de rechtbanklocatie, maar we zijn natuurlijk rechtbank binnen Nederland. Dus daar valt ook valt uh, Utrecht, Utrecht onder. onder. Ja, ja. En uh, nou, op zich is dat een interessante zaak, omdat dat ook een zaak is, die denk ik heel veel mensen wel kennen vanuit de media. Vergismoord, uh, begin 2017. Uh, ja, uiteindelijk een onschuldig slachtoffer, iemand uh, die werd aangezien voor, uh, voor een bepaald doelwit. En dat achteraf niet bleek te zijn. De man daar... die zijn hond uitliet? was hij dat? Nee, dat is niet de man die zijn hond uitliet okay. volgens mij Het was volgens mij gewoon iemand die uit een portiekje van een flat uh, oh, ja, dat stapt. Was, ja. Ja, maar het gebeurt vaak. Uh, wat jij zegt, uh, dat is wel een signaal. Het is natuurlijk de afgelopen jaren een aantal keer ja. gebeurd dat er gewoon ja, de verkeerde. Uh personen worden geliquideerd. Ik kijk ook altijd die lijst van, van de meest gezochte criminelen. Ja, of je er Of je niet op iemand lijkt. <laughs> zolang Peter Bos niet gezocht wordt, nou, denk uh... ik Maar <laughs> goed, in Utrecht die zaak heeft lang gelopen en nu heeft afgelopen woensdag de rechtbank uitspraak gedaan en de twee hoofdverdachten in die zaak, die zijn veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf en twee andere verdachten tot 7 en 10 jaar gevangenisstraf. 26 jaar, dat is, dat hoor je dat is niet af, een af, hele forse he? straf. En de rechtbank zegt ook van, nou we vinden ook dat het niet anders kan dan dat in dit soort zaken echt hele zware straffen worden opgelegd. Ze ze spreken ook uit dat dat ook iets is wat je eigenlijk landelijk ook ziet. Het gebeurt vaker wat jij al zegt uh -huh. dat voor liquidaties echt 20 jaar gevangenisstraf of meer wordt opgelegd. En hier heeft de rechtbank eigenlijk een rekensom gemaakt, want je hebt dus de liquidatie van de verkeerde persoon. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat deze twee verdachten die de liquidatie hebben gepleegd op meneer A zeg maar uh -huh. ook nog vervolgens geconstateerd hebben. Hey, het, het had meneer B moeten zijn. Het ja. Meneer B die daar ook in de buurt woont en zij zijn vervolgens gewoon doorgegaan met het voorbereiden van die volgende moord. Maar dat lijkt me dus wel heel erg lastig, want een liquidatie aan zich is natuurlijk al een forse strafwaard. Maar als je het dan ook nog eens een keer de verkeerde liquideert, is de straf dan nog hoger omdat je de.? Dat, het lijkt me heel lastig. Nou ja, ik dat, ik dat bedoel? ja, ik snap wat je bedoelt. Nou ja, dat, ik denk dat je dat hier wel terugziet. Dat de rechtbank rekent dat de verdachte ook aan. Hè, die gewetenloosheid uh, van A. de verkeerde liquideren. En daarmee echt een volkomen onschuldig uh, slachtoffer ja. maken. Ja. En, ja. Een en een familie treffen. En een familie ja. treffen. Uh, in het persbericht wat is uitgegaan. stond ook uh, dat op het moment dat die man uh, is doodgeschoten. zijn vrouw zwanger was van hun eerste kindje. Nou, dat is natuurlijk onherstelbaar leed. Uh, ja. wat, wat de het leven lang uh, met zich mee moeten dragen. Uh, maar dan vervolgens die, die, die gewetenloosheid. Uh, en, en nou ja, die, die keiharde inzet. dat je dan ook gewoon weer doorgaat. en voorbereidingen treft. om een paar dagen later wel uh, de goede te liquideren. Mm -hmm. Nou, zover is het uiteindelijk niet gekomen. omdat die persoon. dezelfde uh, politie heeft gebeld. en gezegd heeft: nou, ik zie hier allemaal verdachte bewegingen. En zodoende is, is die liquidatie er niet uh, geweest. Ja. Maar ja, de rechtbank rekent dat, uh, die verdachte, heel erg zwaar aan ook jonge voordeelden hè 26, ja, 26 en 33 en 28 jaar. jaar. 28, en heel wel. je leven is eigenlijk ja. gewoon uh, ja weg natuurlijk hè ja. 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 ja ja. als je op die leeftijd voor, voor, voor meer dan uh, 20 jaar de bak in moet ja dan uh, ben je wel een tijdje. dan ben je een heel de het leukste het tijd misschien al van je leven ja. ben je kwijt. Ja. dat is ook een grote straf aan zich natuurlijk ja. alweer ja. 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 maar ja er is natuurlijk kijk de rechtbank heeft ook gezegd van hè, zwaar straf is eigenlijk ook het enige <tus> signaal wat wij als rechtbank kunnen afgeven hè van dit wordt op geen enkele manier getolereerd. En daar staan hele zware straffen op. Logisch. Uh, maar ze zeggen ook wel van, ja, het zware straffen is niet het enige... waardoor je kan voorkomen dat dit niet gebeurt. En nee. dat is natuurlijk ook wel, ja, daar moet natuurlijk ook gewoon... en daar is justitie natuurlijk, hè, dat is dan meer het Openbaar Ministerie... ja, die zijn daar natuurlijk ook heel druk mee bezig... om dit soort zaken te voorkomen. En als het gebeurt, ja. in ieder geval ook op te lossen. Want dat wordt ja. vaak in de volksmond gezegd. Er wordt niet hard genoeg gestraft. Maar moet je daar, of, of breek je daar als rechter wel vaak het hoofd over... dat je zo hoe? Kan ik nu hier een passende straf voor bedenken? Dat ik a, dat er een signaal wordt afgegeven. Naar de maatschappij. En b, dat de, de personen zelf er misschien ja. van weerhouden worden om het de volgende keer weer te doen. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Hè, dat zijn echt wel wat jij nu benoemt. Dat zijn ook officie of officieel, zo staat het ook in de wet. Dat zijn ook echt doelen van het strafrecht. En dat is natuurlijk. Ja, een van de grote vragen die je elke keer als rechter weer beantwoordt: wat is nu een passende straf? En wij hebben wel met elkaar ook richtlijnen afgesproken. Dus, en je kijkt natuurlijk ook van wat is in vergelijkbare zaken door andere rechtbanken uitgesproken. Hè, zo. zo maak je ook een beetje dat het vergelijkbaar blijft. Maar er zit natuurlijk gewoon altijd een hele grote component aan... die per zaak verschilt. Want dan heb je het bijvoorbeeld ook over de persoon van de verdachte. Werkt iemand mee aan een onderzoek door een psycholoog of psychiater... waardoor je als rechtbank ook op een gegeven moment wat meer weet... van hoe komt iemand tot zo'n daad... en wat kunnen we doen om het te voorkomen in de toekomst. Ja, en uiteindelijk weeg je dat af. En aan de ene kant zeg je van... er moet een signaal naar de samenleving van... dit kan niet, hier staan zware straffen op. Aan de andere kant is een doel van het strafrecht ook wel herhaling voorkomen. Dus je mm -hmm. moet ook wel zorgen dat het ja voor de verdachte wat toevoegt aan, naast zeg maar gewoon zitten en boeten voor wat je fout hebt gedaan, daar ja. inderdaad ook wel voor zorgen dat dat er of met nog een stuk begeleiding naar afloop, of of een behandeling die die moet uh, plaatsvinden, dat je zorgt dat het als iemand vrijkomt niet nog een keer gebeurt. Ja, als je nou zo de afgelopen twee, twee weken. Even naar het nieuws kijken. De zaak Michael P. dan ook weer. De, de, de Utrechtse zaak dan ook. aanslag ja. Ga je dan nog maar met plezier naar je werk? Ja, dus ja. weten we dat er, er. Er zijn zware tijden. We zitten in zware tijden ja. wat dat betreft. Nou ja, kijk, weet je, dat, dat is natuurlijk. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk elke dag weer. Uh, maar het zijn wel momenten uh, waarop je denkt: het is ook gewoon. Heel erg uh, verantwoordelijk werk. En dat voel je af en toe wel extra. Hè? Dat, dat je denkt, ja, die beslissingen die we nemen, uh, dat zijn gewoon hele ingrijpende beslissingen. En dat zie je dan misschien op een gegeven moment uh, in zo'n zaak uh, met de, de verdachte van de aanslag nu. Zie je dat heel groot in de media terug. Maar dat geldt eigenlijk voor elke beslissing die je als rechter neemt. Ook als het in een echtscheidingszaak, of ook al gaat het maar om een winkeldiefstal door een minderjarige verdachte. Alles wat jij doet. Grijpt gewoon in op het leven van een persoon. En ja, dat is wel die verantwoordelijkheid, voel je wel meer. Maar, maar hoe, hoe vreselijk dat soort zaken, sommige zaken ook zijn. Hè? En neem inderdaad zo'n Utrecht, dat is natuurlijk vreselijk. Er zijn, er zijn doden bijgevallen en, en zo'n man moet natuurlijk gestraft worden. Maar denk je ook wel eens dan uh, aan de andere kant van: maar dit is wel een, een mooie zaak om te doen. Want dit is iets wat ik nog niet ja. vaak. Kijk, een winkel die stal. Ik ja, kan, kan me niet voorstellen dat je dat ja, ja, zegt oh, je, wat, dat blijf ik een uitdaging vind. Dat is natuurlijk een beetje wat. Welke term gebruik je daarvoor? Kijk, het zijn natuurlijk ook wel hele interessante zaken. En uh, juridisch interessante zaken, ja, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat ik denk, ja, dat zijn. Uh, ja, mooi. Ja, de krent in de is, pad, ik allemaal nou ja, zo. Je, dat je, dat is er is geen goede benaming voor, hè? vind je het als rechter ook leuk om bezig te zijn... met iets waarvan je denkt, nou, dit heeft ook echt maatschappelijk gewoon impact. Ja, ja. Ik wil daar graag mijn bijdrage laat, ja, aan leveren. Precies. Dus dat op die manier ja. is ja, dat ja. natuurlijk dan een mooie zaak om te doen. Dus aan ja, de ja, andere zeker. kant, je kan zeggen, een winkeldiefstal is een winkeldiefstal. Maar ook dat blijft leuk. Juist ook, ik noem dat wel eens een beetje oneerbiedig misschien... de huistuin- en keukencriminaliteit. Dan denk ik, het kan je buurjongen zijn... je kan het bij wijze van spreken bijna zelf zijn... Juist ook <laughs> die zaken, daar het <laughs> gesprek aan gaan en met mensen. Uh ja, onderzoeken van hoe is het nou zo gekomen... en wat, zor wat zorgt ervoor dat je het niet meer doet... ja, dat is ook wel het ongelooflijk leuke van dit werk. Zo volgt dat weer afspreken. We hebben veel te weinig tijd gehad ja, eigenlijk. Nou, er staat eigenlijk twee keer vijf minuten voor zo'n gesprek. Ja. Maar we zitten nu al uh, bijna Ruim over de al de twee eken. keer acht minuten. Maar ja. Nou, ik kom heel graag... Uh, nou, we vonden het hartstikke leuk... Uh, dat je tijd uh, vrij wilde maken ja. om hier langs te komen. En uh, ook bedankt voor het fijne gesprek, Het is wel een hoop ja. duidelijk gew geworden ook. Nou, absoluut, ja. Ik, ja ik, ik hoop uh, dat ik gewoon hier in de studio zie... en dan niet voor het hek nee. te staan. Suzanne Terporta, hartelijk dank